Yo, kijk van IMT, we zijn met een nieuwe aflevering van GTA 3. En ik heb een nieuwe tactiek bedacht. Ik heb zo wat lopen uitzoeken hoe ik kan schieten uit een auto. Dus daar ben ik nu achtergekomen. Dus ik moet Q of E indrukken. Ja, dat ik op zich wel zo raar vind. Maar daar kan ik dus op een of andere manier schieten. Ik zal even laten zien. Zie je dat? Daar kan ik dus schieten. Dus dan moet ik dus zo gaan rijden. En op zo'n manier wil ik dus de auto kapot gaan schieten. Dat het wat meer effect gaat hebben dan ik hoop dat het gaat hebben. Dus we gaan kijken waar het schip gaat stranden. Of eerlijk gezegd waar zijn auto gaat stranden. En zo meteen als ze doodgaat door de politie, maakt het ook geen ene hol meer uit. Want je raadt al, missie geslaagd. I don't freaking care hoe het afloopt. Dat ik nu al politie heb, zou ik echt niet goed zijn, maar... we gaan hem even uitroeien. Dat is nu het plan, de campagne. Komt meneertje van de police. Hey, Mr. Policeman. I don't wanna take a let. Dat liedje. Jullie weten hoe dat liedje gaat. Het doet best wel heel wat damage eigenlijk. Wat meer dan uit de bedoeling is. Mission passed. Oh, politie is gewoon in één keer weg. En dan is waar de A-missie klaar. Ik ben nu heel dicht bij K, dus kan ik gewoon een K-missie starten. Kijk, zo gaat het dus een heel stuk eenvoudiger. Dus ik weet niet precies hoe je moet schieten in de auto. Nu weet ik het. Zie hoe eenvoudig het in één keer was. Oké. Okay. Kanbu Burstown. There it goes. Steal a cop car. Dat zou op zich niet zo heel moeilijk moeten zijn. Op naar het politiebureau. Alleen, waar is het politiebureau? Ik heb geen zin om zo'n kopkaart te stelen van een politieagent. Want dan heb ik hem zo sterren achter me aan. Daar heb ik zo heel weinig zin in. Maar we was achter bij het ziekenhuis. Deze hele straat uitreiken voor mij terecht bij een ziekenhuis. En voor mij zit het ziekenhuis naast een politiebureau. Nee, ik weet niet 100% zeker. Als ik nu gewoon een politiewagen tegenkom, dan had ik er ook gewoon heen. Wat kan mij het verrekken? Kijk, en normaal kom je ze echt overal tegen. En nu in één keer niet. Voor mij was het hier een politiebureau. Of zoiets, dacht ik. Nee, iets voor het hospitaal. Daar hebben we natuurlijk niks aan. Nee, hier dus ook niet. Ik ga dat tunnel. Een beetje gas maken, gas geven. Kijk, gewoon lekker aan de verkeerde kant van de weg rijden. Zo doen echte coureurs dat. Die kan maar kan ik nog niet op. Ik ben niet unlocked. Ik kom ook totaal geen politie tegen. Oh, ik zit helemaal aan de verkeerde kant van de speelwereld. Nee, wacht. Ik weet wat hier het politiebureau zit. Ik heb gewoon hier de politiewagen. En rijden weer naar de andere kant toe. Kijk, zo gaan we dat doen. Dus even die kant op. Ja, screw you. Hier weet ik ongeveer wat het politiebureau zit. Volgens mij was dat deze kant op, dacht ik. Het was richting het poort. Ik weet niet precies waar de poort zit op dit moment. Maar in ieder geval niet hier nu. Mijn auto ligt al hier staat. Jij een lelijk ventje, wist je dat? Ik heb mij lopen schieten, hè? En jij trouwens ook. Dat is ook een vieze stinkvent. En jij ook. Oh god, dat is al bijna dood door zo. Ja, ik ben dood. Mission failed. Maar gewoon echt hoe. Hoe die gefailed is. Dat vind ik nog het lulligste van alle. Dat ik een random iemand op mij begint te schieten. Oké, die zit dus dicht. Dat is op zich jammer. Deze kant ook. Jump, jump, jump. Nope. Die zit ook allebei dicht. Dat is jammer. Ik kan even de X-kant laten despawnen. Ik kan laten spawnen weer.
kijken hoeveel ik voor het weg moet rijden. Ik heb best wel een heel stuk volgens mij. Eentje zal gedespot. Oké, rijd ik zelf in een politiewagen aan. Werkt uiteraard ook. Oké, ik ben busted. Pak mij het nou uit. Spak weer bij het politiebureau. Alleen maar makkelijker. Zit ook dicht. Ik heb niet zo bedoeld om er tegenaan te rijden. Maar het gebeurt zo af en toe. Zoiets. Ik kom totaal geen andere dingen tegen. Die mij nuttig kunnen zijn. Kijk, jij biedt je wagen heel mooi aan voor mij. Ik gooi deze kant even op. Ik wil die zut even laten despawnen. Schiet er niet die kant op. Iets meer deze kant op. Zodat hier wel ongeveer gedespawnd is. Want als het gedespawnd is, en misschien andere wagens. En een andere wagen kan ik misschien zo meenemen. Ja, ik heb zo eentje gedespawnd. Daar ging ik eigenlijk voor die ene. Waarom? Ik heb geen flauw idee. Daar kun je toch wel overheen springen, of heb ik mezelf vastgezet? Kan iemand mijn auto even aantikken? Want ik zit vast. Jongens, ik zit serieus vastgeglitcht. Heel rustig iets doen. Wacht, ik kom heel iets verder volgens mij. Iets die kant op doen. Ja, ik zit weer in. Ik kan in ieder geval mijn auto weer in. In ieder geval één ding wat positief nu is. Ja, ik heb een politieauto. Op naar K. Kan ik daar het beste komen? Oh, daar heb je die brug. Even een keer krabben. En dan gaan we. Nee, laat me niet meteen te schieten op mij. Ik doe jullie ook niks. Jullie doen alleen mij wat. Alleen jullie baas vernietigd, maar oké. Oprotten. Oh, ja, meteen, hier regent het weer. Er is een vliegtuig aan het crashen. Zo leuk in GTA San Andreas. Gebeurde dat ook gewoon random. Dus dat is ergens anders wat ik eigenlijk had verwacht. Nee, dat is op de plek wat ik eigenlijk had verwacht. Dat is iets ver doorgereden. Waar zit hier die ammunition? Niet hier? Ja, in één keer goed. Hoop ik alleen niet als mijn politieauto gaat despawnen nu. Oh, hij staat er nog. Hey, die heb ik ook meteen. Kijk, iets beter wapentje. Op naar K. Young man. Mr. Cop is het voor jou. Want I am the Mr. Policeman. You see. I can drive. As I like a policeman. Alleen die andere mensen niet. Die rijden ergens amateurtjes. Hier is een leuk hekje. Wat ik voor bij mijn auto op de pot reed. Kijk. Dan hoop ik alleen mijn auto blijft staan. Die niet wordt gedespawned. Dat zou op zich een beetje lullig zijn. Want we hebben ook een politiewagen nodig. Steal a police car. A cop car. Break the car with a bomb. Oh, had het even wat eerder gezegd dat er een bom in moest zitten. Dan had ik daar uiteraard alvast een bom in gedaan. Oh, oh, u, stop. Niet wegslippen jij. Ik ga een stukje deze kant op. Jongens, schiet ook niet meteen mijn auto elke keer kapot. Dus auto stuurt ook niet meer. Het is niet handig om daar nu meteen een bom in te leggen. Zodat die even gerepaired kan worden. Maar oké, dat is een ander verhaal. Via deze kant in.
Ja, dus via deze kant. Volgens mij. Of niet. Ja, wel een soort van, maar... almost. Hier naar boven. En dan hier is het. Ride the vehicle into the garage. Oké. Nou ga ik naar de police station. Alleen, ik moet even nergens meer tegenaan rijden, denk ik. Ik heb een hele goeie. De politie rijdt ook overal hier tegenaan. Tegen andere mensen die rare dingen doen. Dus het is op zich niet heel erg opvalt dat de auto een beetje kapot is. Wow. Hij stuurt ook heel raar op dit moment. Maar dat is even een ander probleem. Oh, dit zit op een hele andere plek dan ik had verwacht. Politiebureau. Ja, ik wil voor. Ik heb groen licht. Hier zou het wel ergens moeten zijn. Kijk, deze kant. Hier misschien. Oh god, niet waar ik naartoe moet rijden. Eigenlijk waar ik op moet komen. Oh, gewoon serieus hier. Hop, hier omhoog. Stuff park only. Oké, dat is very interesting. Bob armed. Zeg je er heel vrolijk van wat. En kaboom. Oké, ik moet dus de politie afschudden. Hoe kan ik dat beter doen? In een politiewagen. Ik ga de politie afschudden met een politiewagen. Gaat niet hier tussen? Hij moet eens mee instappen. De voordeel is, hier ligt namelijk binnen een politiester. Heb ik namelijk al gezien. Hier uit de handigste positie ooit ontsnappen. Op zich zou twee sterren geen probleem moeten zijn. Want een aantal meer sterren ook overleefd. Er is maar één politie achter me aan. Nee, geen één. Eén is de politie in de buurt. Never mind. Toen hakt hij meer achter me aan. Het punt is, de auto's zijn precies even snel. Dus vooruit rijden wordt ook moeilijk. Hier misschien niks? Nee, uiteraard niet. Hier in het park ergens. Ja, dat is een hidden package. Nou, niet net iets wat ik nodig had. Ah, politie! Lose the cops, hoe? Dus mijn constant op de hielen zit. Moet ik eerst die zich uitzetten. Dan hoor ik tenminste iets. Ik moet zo niet te lang op één en dezelfde weg zitten. Dus moet ik deze straat eigenlijk gaan vermijden, want hier kan best wel veel verkeer spawnen. En misschien ook best wel wat politie. Bijvoorbeeld daarachter. Is in een kerk. Hier tussen gaan staan. Nee, ik wil alleen eens een packetje eigenlijk hebben. Hopelijk zien ze me hier niet. Kom op, politie, ga eens donuts vreten. Kom op. Dus lief en vreet eens donuts. Hij zag me in ieder geval niet. Maar ze zoeken me nog steeds. Hij ziet mij ook niet. Zo kunnen wij hier dus niet zien. Ik zie twee sterren over die spawn. Rijdt er weer een. Kom op, sterren, ga eens weg. Rijdt er nog een. Kom op. De wieber is op. Rijdt er nog een. Die gasten zijn nog steeds aan het zoeken. Rijdt er weer een. Maar hierin rijden doen ze niet. Dat is niet al te snel zeggen.
Wie erop, jongens? Wie erop met die sterren? Ik hoor nog steeds geen sirenes. Ze zijn nog steeds niet kwijt. Hoe lang gaat dit nog duren? Come on. Leave me alone. This is 10-11. Take North Bedford Point. Het is helemaal goed werken hoe ik het eigenlijk wil. Die kunnen we nog minder goed zien. Ik ga gewoon rijden, want... Volgens mij weten ze toch wel dat ik hier zit. Dat is hun hele plan eigenlijk ook. Met van de cops. Oh ja, ook handig. Ik ben er eigenlijk langs het politiebureau op. Misschien niet het slimste idee. Die hebben we ook gezien. Ze wisten eigenlijk wel gewoon dat ik de hele tijd daar zat. Op zich was het niet een heel handig idee. Ik kan een andere auto hebben, denk ik. Als ik ieder moment loading screen krijg. Hier dan krijg ik doorrij. Gewoon eens een andere district. District inrijden. Met kool om mijn bakkers, maar dat maakt me niks uit. Let dat de politie ook weer een beetje af. Kijk, dat leidt helemaal de politie af. Don't. Hij is weer dood. Ik krijg gewoon het water in. Dus ben ik tegen die politie af. Ik heb full health. Ik moet toch alles opnieuw kopen. Veel te veel tijd. Maar in ieder geval, leave a like. Vergeet niet te commenten. En tot de volgende keer. Doeg.